Kampala, Oeganda. Jonge meiden staan noodgedwongen langs de kant van de weg. Ze zien geen andere optie dan hun lichaam te verkopen. In Oeganda is 42% van de bevolking extreem arm. Veel jongeren belanden daarom op straat. Om te overleven doen ze alles om geld te verdienen. The environment in which the girls work actually is very dangerous. There's violence. They're there as products. The people who work with them see them as products. It's like you buy a good, a bottle of water or something. Annette Kirabira. Voor de jonge prostituees op de straten van Kampala is zij een baken van licht. Want met hart en ziel zet zij zich in om deze meiden een betere toekomst te geven. Teer helpt haar daarbij en noemt haar een van Afrika's meest inspirerende personen. As for me, Sometimes you feel like it's hopeless, but yet other times we know that even if we help one girl or one woman, we make a difference in that one life. Annette is als een moeder voor de meiden. Ze geeft ze een plek om te wonen en lol te maken. Ook krijgen de meiden weerbaarheidstraining en hulp bij het verwerken van hun trauma's. En om later op eigen benen te kunnen staan, mogen ze naar school om een vak te leren. Zo kunnen ze bijvoorbeeld kapper worden. We are trying to give them a skill that they can easily use to earn their own income. And this skill, you don't even have to own a salon to use it. You can get a client and they come to your house or you go to their house. This can be a lucrative business. Ooit begon Annette samen met vrouwen van haar Bijbelstudiegroep met de zorg voor één meisje. En zo vond Annette haar roeping. Door de jaren heen heeft Rahab vele prostituees geholpen. Meiden die uitgebuit worden, mishandeld en vernederd. Meisjes die nergens anders terecht kunnen. Meisjes als Peruth. When I see their brokenness, my heart breaks. My heart breaks so much. And I always ask myself, what about God who sees the others I don't see that are calling out for help and that motivates me and says, yes, I think that one more cry, if we can respond, we respond. That one more woman out there or that one more girl out there who is wondering, does anybody see me? Does even God care? To be the hands and feet that will go to them because he's heard their cry.